Hallo mensen, hier is Sam. Hallo Sam, hoe is het met jou? Is goed. Gaat het goed met jou? Ja, hartstikke leuk. En hoe vind jij het, Roy? Ja, vind je het leuk? Ja. Nice. Was je geraden? Hij is niet goed. Maar hij toch ook niet? Oh god. Oh. Nou, we zitten nog in zo'n hele stoere attractie. En het is een geweldig park. Toch, Gio? Hi. Stiekem vind je het eng, Sam? Nou mensen, leuk dat je weer hebt gekeken naar de video. Ik hoop dat je het leuk vond. Jullie zijn natuurlijk benieuwd naar mijn mening. De crew was kleiner dan normaal. We zijn daar met 6 man. Heb ik dat goed? Ja, 6 man. En we waren toen met 15 man, geloof ik, aan mijn hoofd. Dus echt weer. Sam is er nu eindelijk voor het eerst bij. En het was even wennen voor hem, dat merkte ik al. Maar hij voelde het wel ontzettend leuk. Nou, het was heel gezellig. Ook al zijn we met een kleinere groep. Maar het is nog steeds heel leuk. En het pretpark is ook, ja, echt gaaf. Nou, vandaag was het natuurlijk weer een hele gezellige dag. Klein clubje, maar we waren met z'n 6. Maar dan kan de gezelligheid natuurlijk niks boeien. Het was super leuk. En het is zo lekker rustig in het park dat we zo vaak achter elkaar ergens inkomen. Zo net ook weer bij de tofste attractie van het park, van de Trooie, de houten achtbaan, konden we net gewoon weer mogen blijven zitten. En het was super tof. Ja, nou, het was heel gezellig. We zijn met een iets kleiner groepje dit keer, maar het zijn hele leuke mensen. En ja, je maakt er natuurlijk zelf een feest van. Het is even een beetje aan het regenen geweest, maar het is gewoon super leuk. En de crew is gewoon nog net zo gezellig als in Drievliet. En het is allemaal hartstikke leuk. Ja, ik vond het leuk vandaag. Want ook om de crew eindelijk te zien. Ik kon helaas bij het vorige uitje door verschillende problemen er niet bij zijn. En ik denk dat ik toch de leukste attractie Trooi vond. Die daarachter. Nou, wat ik het leukste van vandaag vond, dat was de wervelwind. Supersnelle achtbaan en ook de motorbikes waren echt super vet. We gaan jullie natuurlijk ook aan mij vragen, wat is de leukste attractie? Is moeilijk, ik vond de Trooi echt ontzettend waanzinnig. Die baan die houdt niet op. Echt een van de langste achtbanen, houten achtbanen waar ik heb ingezeten. En ik denk dat ik, wat ik ook echt goed denk hoor, want ik vond die Django River vond ik ook weer heel erg vet. Maar dat is een beetje een standaard attractie. Ik heb echt genoten van het Wervelwind. Dat is een van de mooiste achtbanen waar ik in ben geweest. Dat is een spinning coaster met prachtige muziek. Ik ben er geloof ik wel een stuk of 7-8 keer in geweest. Hij blijft mooi. Echt een aanrader. Jongens, kom naar Toverland. Prachtig park. Gaat heel groot worden. Nou, de leukste attracties vond ik de Wervelwind of het Wervelwind en Trooi. Tof. En een leuke kleine groep ook. Ook heel gezellig. Zitten ze allemaal, stelletje lijpo's. Kijk ze. Och. Ik denk dat die Boosterbike en Trooi, dat dat wel een van de vetste zijn. En ja, het is natuurlijk uniek dat je in die Boosterbike op de motor zit, helemaal voorover gebogen. Ik snapte het in het begin niet, ik zat te hoog. En dan, ja, wat een rare attractie dacht ik, maar ik zat dus niet goed. Al in al, gewoon een ontzettend leuke dag. We wachten op de fonteinshow die jullie nu ook gaan zien hierna. En gewoon een ontzettend leuke dag. En ik hoop dat we ooit nog mogen terugkeren in Toverland. Bedankt Gio voor de camera dit keer. En tot de volgende keer. Hoi hoi.